Sjakkie Groene, mijn medetrainer Ivo is helemaal gek van jou. Zou jij een keer met hem op date willen? Het is echt veel. Mooie tekening ook, hè? Zullen jullie nou beginnen? Ja, begin maar. Ik heb het voor jou. Nou, lees voor. Zal ik hem voorlezen? Ja. Oké. Lieve Oranje de Winnen, wij zijn Hercules Dames 3. Heracles wilde ik zeggen. Hercules Dames 3 en we vallen maar meteen met de deur in huis. We zijn ontzettend fan van jullie. Zouden jullie na je carrière als speelster ook coach willen worden? Als ik iets zou willen coachen, dan zou het wel kleine kinderen zijn. Ja, niet vervelende volwassenen zoals wij. Geen tieners. Nee, geen tieners, geen pubers. En jij? Mijn gevoel zegt nee. Ja, maar jij bent ook nog heel jong. Geef het nog een paar jaar. Ja, precies. Dus misschien een keer komt. We komen erop terug. Wie is de grootste chaot van het team en wie de meest opgeruimde? Oeh. De afzender is Christa uit Borne. Oeh. Chaot. Wat is jouw eerste ingeving? Ik. Ja. Of Merel misschien. Ik struggle altijd een beetje met timings en zo, dat ik net zo de laatste minuut binnenkom. Ja, dat je echt denkt van, ik had gewoon 10 minuten eerder moeten beginnen. Ja. En opgeruimd, jij bent zo altijd heel clean. Ik ben wel echt heel clean. Ja, jij bent heel clean. Oeh, leuk. Daphne, welke keeper of keepster inspireert jou? Afzender is Tim uit Rotterdam. Ja, vroeger keeper? Was echt van de S11 was dan echt Maarten Stekenburg. Oh ja, cool. Er zit wel een beetje Casillas erbij. Ja. Niet een van de Sarge. Ja, ook een beetje. Ja, ik, was een beetje ik ging een beetje zo. Ja, jij ging met de flow, die mom. Ja. Met wie zou jij wel en absoluut niet op een onbewoond eiland willen vastzitten? Komt van Jouke uit Oude Meerdum. Ik zou denk ik niet met Carrie. Met Carrie. Wat dan? Nou, ik denk dat Carrie me echt gaat dwingen om heel veel spelletjes te doen. Maar onbewoond eiland, heb je daar geen spelletjes? Ja, maar dat verzint zij wel. Ik zie haar gewoon helemaal al zo samen zo van spelletjes tijd. En absoluut wel. Ik zou echt wel iemand nemen die gewoon... Ja, iemand die me eraf kan halen. Iemand die tactisch heel slim is. Ja. Misschien Viv of zo. Wat is een les van een coach die je altijd is bijgebleven? Afzender Remco uit Lochem. Dat je dicht bij jezelf moet blijven. Mm-hmm. En gewoon zelfvertrouwen, lekker uitstralen. Ja. Lekker dat van mag. Jezelf uitgaan dat het goed komt. Ja, dat het mag ook. Dat het mag. Dat vind ik cool. We hebben ook nog... Een laptop met een video. Nou, maak maar open. Alright, komt-ie. Hoi, Oranje Leeuwinnen. Wij zijn Voorwaarts Vrouwen 1. We zijn afgelopen seizoen kampioen geworden en we hebben een paar vragen aan jullie. Hoe motiveren jullie je om elke training alles uit jezelf te halen? Ik vind het spelletje gewoon zo leuk. Ja. Dus ja, dat hoef ik niet eens heel veel moeite voor te doen. Nee. En soms heb je minder dagen, maar zodra ik op het veld sta, dan is het gewoon weer ik heb terug. Ja, ik heb het precies hetzelfde. En wat is jullie favoriete voetbalkantine? Oh, easy. Nou, wat maar. Een bami-hapje. Ik had echt die Haribo snoepjes, zakjes. Ja? Oh nee, oh helemaal niet. Maar bami-hapje, oh. Sjakkie Groene. Mijn medetrainer Ivo is helemaal gek van jou. Zou jij een keer met hem op date willen? Nou, super lief, maar ik heb een vriend. Ik weet niet of hij daar helemaal blij van wordt. Maar wel heel erg bedankt voor het compliment. Dat was hem. Ja, dat waren ze al. Dat waren zulke leuke vragen. Vond je het leuk? Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Maar Ivo, helaas. We hopen dat Ivo heel happy wordt. Ja. Maar heel erg bedankt allemaal voor alle leuke vragen. En we hopen dat we nog heel veel post mogen ontvangen. Ja, nog meer post kunnen ontvangen. Ja, echt superleuk.